Wat was uw eerste reactie toen u de verklaring las? Dat vooral. Hele, ja, eigenlijk verbijstering en heel verdrietig. Heel verdrietig, want er gebeuren zoveel mooie dingen inmiddels, ook in christelijk Nederland, ook in orthodox christelijk Nederland, dat ik dit wel echt ja, toch wel schokkend vind dat dit gebeurt. Jammer. Mijn eerste reactie toen ik ervan las was, nou zou je het hebben. Het duurde niet lang of wij kregen een e-mail via onze administratie van iemand die zijn lidmaatschap per direct opzei. En toen heb ik aan mijn collega's en de administratie gemaild, daar heb je het. Boos, gefrustreerd, verdrietig. En wat raakt u het meeste dan wat erin staat? Nou, dat als je met name kijkt ten aanzien van transgenders, worden hele expliciete uitspraken gedaan. En ja, mensen worden gewoon weer in een hoek gedrukt en voelen zich voor de zoveelste keer eigenlijk weer buiten de kerk staan. Deze verklaring is zo kwetsend voor mensen. Hele groepen mensen, delen van onze bevolking. Hele identiteiten van mensen worden buitenspel gezet, worden veroordeeld, worden als goddeloos bestempeld. Er is zo ontzettend veel nodig om juist in die orthodoxe hoek uit de kast te komen, zoals dat heet, en het onderwerp bespreekbaar te maken. Mensen houden heel vaak juist rekening met het feit van ik wil mijn familie niet kwetsen, ik wil mijn geloofsgemeenschap niet kwetsen. En dan krijg je dit verhaal. Ja, ik denk niet dat het echt pastoraal tot zegen leidt, om het maar zo te noemen. Dat deze groep bij hun oordeel waar volgens mij niks van klopt, bij hun manier van Bijbel lezen waar volgens mij niks van klopt, dan ook nog het presteert om het woord God in de mond te nemen en in feite te zeggen ik en God zijn tegen homofilie, dan kwetst het mij ook dat zo makkelijk met de naam van de eeuwige wordt omgegaan. Ik vind het misbruik van Gods naam. Pas op als je het woord God gebruikt. En nu het zo in de pers komt, dan hebben mensen er recht op te weten hoe wij als ontmoetingskerk instaan dat dit helemaal niet past bij hoe wij geloven en hoe wij met mensen om willen gaan. Ook als je landelijk kijkt, is er al een prachtig netwerk, dat heet Wij de Kerk, waarbij geloofsgemeenschappen zich expliciet uitspreken als veilige haven voor LHBT'ers. En in Enschede hebben we daar gelukkig ook daar een paar van, onder andere het Trefpunt en de Ontmoetingskerk. En bijvoorbeeld het homohuwelijk, is dat hier ook mogelijk dan in deze kerk? Het is zonder meer mogelijk. Hoe je hier ook komt, hier ben je welkom. Ik zou eigenlijk de geloofsgemeenschappen willen oproepen om aanstaande zondag, en als ze dat moeilijk vinden, doe dan op zaterdag, en dat kan ook natuurlijk een geloofsding zijn, de regenboogvlag op te hangen. En mochten ze die niet hebben, dan zijn ze van harte welkom om die op te vragen, hetzij bij COC Twente, en anders kun je dat ook bij mij opvragen. En dan zorg ik dat jullie op tijd een regenboogvlag hebben. Ik zie wel dat er staan uitspraken in dit verhaal dat ik denk van nou, ik heb op zijn minst wel twijfels in hoeverre dat in lijn is met artikel 1 van de grondwet. Dit is gewoon echt discriminatie ten top. Ja, het kwetst mij. Het is zo'n negatief beeld weer wat er van de kerk wordt gegeven. Het bevestigt weer op een makkelijke manier alle vooroordelen die niet kloppen. Maar veel belangrijker is natuurlijk nog dat het gaat over mensen en ik zou zeggen, zoek de liefde. Zoek jouw liefde. Zoek jullie liefde. En weet je daarin gezegend. Het gaat er niet om dat je anders bent en daardoor misschien af zou wijken. Nee, juist de diversiteit maakt de samenleving en de geloofsgemeenschap zo mooi. Want dan kun je van elkaar ook leren.